Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdagmiddag 15 november. Het is prachtig weer in Nederland, de zon schijnt volop en er is nauwelijks bewolking. Het viel ook reuze mee met de nevel en mist vanochtend. Het was hier en daar wel mistig, maar de laaghangende bewolking met name, die loste snel op en dus kwam de zon er goed bij. Hier op de satellietfoto kunnen we wel heel duidelijk zien dat het noorden van Frankrijk en ook een groot deel van Duitsland in de grijze prut zit, laat ik het zo maar noemen. Veel laaghangende bewolking daar. Maar bij ons dus brede opklaringen, het is helder vanavond en de temperatuur die daalt snel. Het wordt 3 tot 5 graden vanavond en daarbij waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Het kan al wat nevelig worden en vannacht dan kan er op diverse plaatsen mist ontstaan. De temperatuur die daalt nog wat verder en komt uit rond het vriespunt in het binnenland. Ik sluit ook niet uit dat aan het eind van de nacht en in de vroege ochtend hier en daar een bruggetje glad kan worden. Hou daar rekening mee als je de fiets gaat pakken morgenochtend vroeg. De wind die blijft uit het zuidoosten waaien. En morgen overdag draait de wind dan verder naar het oosten. En dan wordt het opnieuw zonnig. Alleen daar waar mist is ontstaan, dan kan het wel even duren voordat de zon doorbreekt. Smiddags is het zo'n 8 tot 11 graden. En dan waait een matige wind uit het oosten. Het wordt dus weer wat kouder. En ook in het weekeinde zien we dat de temperaturen steeds verder gaan dalen. Zaterdag een zonovergoten dag, maar wel fris met 8 tot 10 graden en een stevige oostenwind. En zondag blijft de maximumtemperatuur waarschijnlijk steken tussen de 7 en de 8 graden. Maandag hooguit 6 graden op de meeste plaatsen en een koude oostenwind en dat zal ervoor zorgen dat de gevoelstemperatuur met name in de vroege ochtend erg laag zal liggen. Goed warm aankleden dus de komende dagen. Mogelijk dat er maandag in het uiterste noorden ook nog wel een enkel winters buitje valt. Het is zeker niet uitgesloten. En het koude weer, nou, dat houden we de komende tijd. Want als we naar de lange termijn kijken, dan zien we eigenlijk dat ja, vanaf volgende week de temperatuur amper boven de 5 graden zal uitkomen op veel plaatsen. Het is daarbij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. En we sluiten ook niet uit dat er hier en daar wat lichte neerslag gaat vallen. En met die lage temperaturen kan dat natuurlijk ook een beetje sneeuw zijn. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.